Dag allemaal, we zitten in Livius Aburba Condita, boek 29 nu. Alinea 14, sorry, paragraaf 14, alinea 5. En wat is aan de hand? Hè? Dus er zijn allemaal wondertekens geweest. Weer zitten in het jaar 200. Hoeveel is het? 204 ongeveer, midden in de Tweede Punische Oorlog. En ze zijn bezig de moeder van de Ida, dat is een godin uit Klein-Azië, naar Italië te halen. Want dat was voorspeld in allerlei heilige boeken, dat het belangrijk was. Goed, we lezen dit stukje. Eo accessit consultatio de mater Idaia accipienda, quam praeter quam quod Marcus Valerius unus eclegatis pregressus ac tutum in Italia for nuntiaverat, recens nuntius aderat Tarraconae iam esse. Eo accessit, daarbij kwam ook nog, hè, accedere erbij komen. Eo is dan een ablativus, daarbij komen. Sorry, dat is helemaal niet waar, want Eo betekent gewoon daarheen of iets daarbij. Dat verwijst naar een biddag en een offerweest wat ze net gehouden hebben naar aanleiding van allerlei wondertekens. Kwam ook nog dus een consultatio, dat is een consultatie zeg maar, dat is een overleg, of een beraad inderdaad, over Matre Idaia Accipienda, over het accepteren of het ontvangen van de moeder van de Ida. Moeten we lezen, de Idaia is eigenlijk de Idaïsche moeder, maar we zeggen gewoon de moeder van de Ida. De moeder van de Ida is een godin, hè, dat is een eigenlijk... Dat schrijf je ook wel Cybele, Cybele. Een Aziatische, klein-Aziatische almoedergodin, een soort van moeder-aarde idee. Die vereerd werd door de klein-Aziatische mensen in de vorm van een hele grote zwarte steen. Dus zij wilde dus zo'n steen naar Rome gaan halen. Dat hebben ze overlegd met de koning ter plaatse, namelijk Attalos, en die was ermee akkoord. Om ook in Rome haar te gaan vereren. Hier zien we dan accipienda en gerundivum vormpje. Het congrueert met mate. In ablatief is allemaal hier zo. Dus letterlijk de te ontvangen moeder van Ida. Moet je vertalen de het ontvangen van de moeder van Ida. En dan krijg je hier een ACI. Hè. Quam esse. Heel ingewikkeld. Dat kunnen wij helemaal niet doen in het Nederlands. Want het is een betrekkelijk voornaamwoord. En dan ook nog een dat zin eromheen. Dus dat werkt gewoon niet in het Nederlands. Moeten we een beetje ombouwen. We kunnen best vertalen met over wie er, en dan krijg je dit stukje, recens nuntius adderat, en recent bericht aanwezig was, dat ze, en dan komt de ASI, al in Tarraconae was. Nou heb je de kern van de zin zo'n beetje gehad. Tarraconae overigens is een stadje aan de Latijnse kust tussen Rome en Napels, dus eigenlijk helemaal niet zo ver weg. Overigens is dat een plek waar en daarvoor kort daarvoor ook zo'n wonderteken was geweest, namelijk was een bliksem ingeslagen. En nu was die moeder van Ida daar al. Goed, wat dat verder te maken heeft. Tarraconae is een locatieus overigens. Dat is een soort genitieus die gebruikt wordt om een plaats aan te geven. Je zegt dus gewoon in Tarraconae. Tarraconae. In Rome zou zijn Romae. Zo gaat dat. En dan hebben we nog een stukje daarvoor daartussen. In Praetor kwam quod, behalve dan dat Marcus Valerius, een van de legaten, dus dat is een van de boodschappers, praegressus, een PPP van het deponens praegredi, dat betekent vooruitgaan, dus die vooruitgegaan was. Dus die alvast, die met die grote steen, die moeder van Ida, meereisde terug naar Rome, maar die was alvast heel snel vooruit gereisd om de komst aan te kondigen. Behalve dan dat de Marcus Valerius, vooruitgereisd, een van de legaten, had bericht, plusquamperfectum, dat ze, dat is dus Eam moet je aanvullen, dat is die moeder van die Ida, onderwerp van deze ACI, dat die actutum spoedig, zeer snel, in Italia fore zou zijn. Fore is een korte vorm van futurum esse, is een infinitivus van het futurum van esse. Dus tullen zullen zijn hier een ACI dat ze zou zijn. Eigenlijk zie je dat het dus zo ingewikkeld opschrijft in deze gekke volgorde, omdat het gewoon logisch is. We hebben dus over wie er, behalve dat ze een bericht was... behalve dan dat Marcus Valerius al bericht had dat zij goedig in Italië zou zijn, was er over haar, over wie er nu al een recent bericht was, dat ze al in Tarraconae was. Dat was al lang in Italië, zeg maar. Dus dat kwam heel erg naderbij de dag van aankomst. Ze moesten een beetje opschieten, want de afspraak was namelijk dat zij moesten zoeken naar de
beste man in Rome. Om die, dus die, die moeder van Ida te ontvangen. Dus de vraag is, wie is dat dan? Nou, en dat is een probleem voor de senatoren. Dat gaat ze uitzoeken. Daarover meer in het volgende filmpje. Tot dan.